1. Hallo, ik ben Rosie. Ik ben 5 jaar. Waarom kan een scheet. Waarom kan je een scheet niet zien, maar wel ruiken? Dag allemaal, ik ben Sanne de Bakker. Welkom op mijn werkplek. Ik heb het boek geschreven. Alles wat je moet weten over scheten. En er is een hele goede vraag gesteld. Want waarom kun je een scheet wel horen en ook ruiken, maar niet zien? Nou, je kunt hem overigens niet altijd horen. Want heeft een scheet een vrije doorgang, dan hoor je hem eigenlijk niet. Moet je je maar voorstellen dat je in een grote tunnel staat en dat daar de wind doorheen blaast. Ja, dan hoor je dat minder hard dan als de wind door een heel klein kiertje moet blazen, gek genoeg. Nou, en dat is ook zo als je een scheet laat. Knijp je je billen stevig samen en laat je dan een scheet. Nou, dan kan die wel eens even flink gaan knallen. Waarom kun je een scheet goed ruiken? Nou, ook dat is niet altijd het geval. Je hebt, bijvoorbeeld die knallers. Ja, die knallen eruit. En niet altijd komt daar een vieze lucht bij kijken. Maar die zachte, warme windjes, die kunnen vreselijk stinken. En dat komt eigenlijk omdat er een heel klein beetje eiwit of zwavelwaterstof bij de wind zit. En dat heeft weer te maken met wat je hebt gegeten. Ja, heb je eieren gegeten, dan zit dat erin. En dan kan dat echt afschuwelijk stinken. Dan kun je maar beter heel hard wegrennen als iemand dat doet. Nou, dat je een scheet niet kan zien, dat heeft te maken met het feit dat een scheet uit allerlei stofjes bestaat die onzichtbaar zijn. Zo bestaat een scheet bijvoorbeeld uit stikstof, uit zuurstof, uit waterstof, uit koolstofdioxide en uit methaan. Dat zijn allemaal stoffen die je niet met het blote oog kunt zien. Maar die stoffen, die zijn er wel. Helemaal als jij je scheet laat.